Ik ben Anna Loistra. Ik ben hier vandaag in de talenpaviljoen MEM om beeldse les te geven. Ik doe dat in de winter is tanden. Dan geef ik les aan beeldse cursist. Ik kom van Oudiek, ik ben een echte Bilkert. En het is een prachtige taal. En ik zal in die prachtige taal een klein stukje voorlezen. Ik haalde gisteravond de krant uit de brievenbus. Een dikke krant. Dat is vrijdag altijd het geval, dus tot zover naar niks bijzonders. Dat bijzondere begon toen ik in mijn makkelijke stoel zitten ging en de krant opensloeg. Ik schrok me rot, want er ruggelde een bovengebit uit. Gelukkig viel het op mijn broek dat het bleef heel. Het was alweer een hutsie na Sinterklaas, maar dus dacht ik eerst dat een van de kinders misschien voor een lol een marsepinegeval tussen de bladen verstopt had. Dat was niet zo. Het was een echt kunstgebit en het leek me ook nog niet veel gebruikt. Dat is hier niet de plak, zo uit een pluim. Hoewel hier en daar wel eens wat kieren en gatten in ons biet en kouwwerk vallen, laten wij die dat altijd door de tandarts bijhelpen. Wij kunnen beide ons geraakt naar school met ons eigen spul bereiden.